Een jaar geleden kwam MH17 hier uit de hemel vallen. Dorpelingen hebben vandaag een monument geplaatst. De generale repetitie van de herdenkingsdienst verloopt soepel. Kinderen dragen de vlag van de separatisten. De wereldpers komt langs en de separatisten willen niets aan het toeval overlaten. In tijden zijn er niet zoveel soldaten in de MH17-zone geweest. Uit het niets duikt een konvooi panzer- en legervoertuigen op. Soldaten nemen strategische posities in rond de plek waar delen van MH17 terechtgekomen zijn. Hier zijn een groot aantal soldaten gearriveerd. Naar verluid om te zorgen voor de veiligheid tijdens de herdenkingsdienst morgen. Want er worden ook hoge functionarissen van de separatisten bij de herdenking verwacht. De soldaten geven geen antwoord op de vraag wie ze zijn of waar ze vandaan komen. Ook de dorpsburgemeester houdt zich op de vlakte. Waar je het die tankje staan? Ik weet het niet. Niet informatie, niet donosят. Я не знаю об этом. Вы сами тоже заметили, которые... Я заметил, но я не знаю о них. То спросите у военных самих. Я эту информацию не владею. Завтра они тоже будут? Тоже не знаю. Мне об этом никто не говорит. Dit is het monument. Er staat geschreven ter herinnering aan de dood van 298 mensen. Onschuldige slachtoffers van de burgeroorlog. Jeroen Akkermans voor RTL Nieuws in Grabova.